Terwijl Lien opstaat, toen roept mijn huid al die maai op een vlaglijn. Heftig springen en zo. En toen op een gegeven moment zei huid van, nou ja, kan ik wel wat boren en zo. Dus ik dacht, nou ja, best, ken ik wel dan. Dus ik had dat toen ding. En op een gegeven moment, ik vond het echt leuk. En toen heb ik zelf, ik dacht van, ja, ik wil echt een keer iets maaitsen. En toen, ja, zo is het eigenlijk kwam. Een hele trotse huid. Ja? Ja. Ik vind het geweldig dat de vanker hier al die omspaant. En ja, ik vind het mooi. Ja. En is het goed? Ik vind het goed. Ze, ja, vrouwen hebben mooi vers, hoor. Ze hebben een mooi luisje. Ja. En ik, ze is altijd bij mij. Ze is altijd bij mij paard. Eerst zit ik op middelbare skallen in Lemmen. Toen kom ik voor skallen en na skallen naar huid. En in tussenoeren en zo. Maar nu zit ik in Emmeloord, een stukje verderop. En nou ja, nu eigenlijk naaiskallen altijd wel. En hoe is uw baan? Ja, het is een puber, hè? Ja. Dus je weet hoe die... Geven en nemen. Maar nou is het echt wel een mannenvloot, hè? Nou, ik vind dat eigenlijk alleen nog maar leuk. Ik heb, ja, ik hier alleen nog vroeger, ik alleen nog maar wat jongensvrienden sa. Nooit echt famkes, want ik wie net echt van de famkes dingen sa. Dus ik vind het eigenlijk alleen nog maar leuk dat er elke keer jongens binnen. Famkes die, ja, zeuren wat meer, dus. En jongens binnen komen ze van, nou ja, schugmut en dan maak gewoon die dingen en, ja. Wat heb je allemaal dingen die ze maken? Ja, en deze kapstok. Ja, dat die ik toen voor thuis maken. En toen kwamen er gewoon van die mensen, gewoon bekenden en zo. Die zeiden van, ja, was ik zo'n kapstok voor mijn meisje, want ik vind het heel mooi. Nou, en dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. Dus nou ja, alles in de koor zetten en een plank erop en kleren. Dus... Ja, zo makkelijk giet het. Ja, eigenlijk wel. Ja, goed, ik hoop goed, dat het goed is, ja. Ja hoor, daar kan ik weer wel mee. Mooi. Ja, dankjewel. Ja, ben je ze goed? Ja, dat is weer helemaal goed gekeurd. Heeft ze super gedaan. Zeker weten. Ja? Ja, kan ik weer mee vooruit. En waarom helpt ze hier bij Laura dan? Nou, voorheen deed ik het zelf, alleen ik had geen tijd meer voor. Ik denk, ja, ik wil wel dat iemand dat doet. En dan wil ik wel graag een vrouw, een stoere vrouw. Dus ik denk, nou, de enige die dat kan is Laura. Dus vandaar dat Laura het doet. En dan broek ze om die schilderijen? Ja, dat doe ik mijn schilderijen in lijst. En dan, ja, op die manier. Ik met vrouwen volle oppassen ik, op Ben, kom ik bij mensen tussen en zag ik mijn eigen lijst. Hingjes, dus maar dat vind ik wel leuk om te zien. Was die werker ik voor maatje? Nee. Oh. Nee, ik word verpleegkundige dan. En dan wil ik letterlijk kinderoncologie verpleegkundige worden. Oké, okay. Dat is heel wat anders. Ja, zeker. Ja, ik wil dit gewoon als hobby horen, zeg maar. Maar het bedrijf van Haidt nemen, dat is het net. Nee, ik zie het wel eerst even om uit te denken, maar ik dacht van nee, ik denk net dat ik dit verantwoordelijkheid onkend, zeg maar. Ja, ze moet eigenlijk in een soort stage rennen en ze dat geweldig vinden, dan moet ze het wel. En voor ze in de techniek moet ze het wel. Ik zal haar... Zo net het bedrijf van Haidt nemen? Nee, beslist net. Nee.